Vandaag is een hele bijzondere dag. Ik ga namelijk weer naar mijn maatje Don. En ik ga hem verrassen met twee dingen. We zijn dus onderweg naar Don en ik heb twee leuke verrassingen bedacht. De eerste heb ik bedacht om te doen voor zijn vlog en dus natuurlijk ook voor mijn video. En dat is namelijk een best wel leuke activiteit. Een hele lange tijd geleden hebben Don, Mees en ik namelijk dit in een video bij mij in de tuin gedaan. Een soort van. En nu dacht ik, ik heb een beter idee hiermee. Dus hier achter mij liggen allerlei spullen. Ook gelijk de tweede verrassing ligt daar. Maar de eerste verrassing is dus dat ik met Don in zijn tuin een slip en slide bowlingbaan wil maken. Vandaar liggen die pionnen daar ook. Dus ik dacht een levensgrote slip en slide bowlingbaan. Nou, dat is toch fantastisch. Don is nog even rustig aan het editen, maar mooi de tijd voor mij om even te laten zien wat ik in gedachten had. Zometeen gaan we even met Don checken wat we nou precies gaan doen. Hij vond het idee in ieder geval fantastisch. Wat ik dus zelf had bedacht is dat we hier een hele baan hebben. Nou, hier zitten nu twee poortjes, maar die kunnen natuurlijk open. En wat krijg je dan? Dan kunnen we mooi die slip- en slidebaan helemaal tot hier maken. Zetten we hier ergens de pionnen neer. En dan moet je niet te hard gaan, want dan val je dus in het water. En dat, ja, heb ik liever in ieder geval niet. We hebben hier in ieder geval mooi alle spullen klaarstaan. We hebben dus een zeil. Hij is 6 bij 8. Dat is natuurlijk niet een hele handige afmeting. Maar ik dacht, die kunnen we gewoon door midden knippen of zo. En dan kan je gewoon 2 keer 8 meter gebruiken. Dus 3 bij 8 wordt die dan. Nou, zeep. 10 pionnen, we zijn ready. En dit is dan de tweede verrassing. Deze doos zit bomvol mooie spulletjes. En die gaan we aan Don geven. En natuurlijk ook aan Okke. We zijn namelijk met 11 al 1,5 jaar bezig met sieraden. Daar hebben jullie me vast wel vaker over gehoord. Maar we hebben nu iets nieuws. En dat zijn deze zonnebrillen. Als je me volgt op Insta, heb je het al voorbij zien komen. Maar het is tijd om dit nieuwe product natuurlijk ook te gaan delen met de mensen om me heen. Dus we gaan een pakket geven ook aan Don. En kijk zelf maar wat Don ervan vindt. Ja, je mag het openmaken. Ja? Ja? Ook verwijderd hebben. Ja, tegenover. Dan kan je niet zien wat erin zit. Ja, ik draai hem al op. Leuk, Win, dankjewel. Tranes, daar zit hij. Hoi, yo, dit is gaaf. Het ziet er heel gaaf uit, ja. Ja, het deze ziet er kant goed uit, hè, jongens. Ja. En niet doen of jullie niet graag aan de doos kijken. Kijk dan wat Quinn heeft gefixt, hè. Wow. Goed. Oh, nu verschuif ik alles. Maar ja, het lag heel netjes. Het lag netjes, kijk, maar het maakt niet uit. Deze drink ik nog even niet op. Zo voel ik me op het moment niet. Nee, dat hoeft ook niet. Een koker. Doosje. Kan open aan de voorkant. Kun je het openmaken. Oh zo. Ja, ja, ik ben niet van de zo dikke. Heel dik, man. Testen, hou. Hoe staat hij me, jongens? Staat hij me goed? Of niet? Ja, man. Eerlijk. Ja, man. Ondanks eerlijk dat het jouw merk is. Om eerlijk te zijn, ik heb nog geen één persoon gezien die hem op heeft gedaan waarvan ik dacht, hij staat echt niet. En nu bij jou ook, want volgens mij. Oh, nu bij jou wel. Nee. Nou, hij staat echt goed, serieus. Geen grap. Dankjewel, gast. Nou, hij is van jou, dus je mag vies maken. Maar dit is voor Okke en ik. Ja, ik wist niet welke jullie wilden, dus ik heb er even twee. Oh, is dit zo'n bril tegen. Nee, het is niet een Blue Light filter bril. Ja, ik dacht dat, het is heel blauw. Ja. Nee, dat is gewoon toevallig. Nou. En ik heb ook even 2 shirtjes erbij gedaan. Toevallig eentje die ik dus ook aan heb. En een lekker flashy, klein fashy. Lekker, man. Nice, bro. Dankjewel. Alsjeblieft. En nog een paar sieraadjes voor... ja, Don, jij draagt niet echt sieraden, maar jij wel. Dus dan heb jij daar weer wat aan. Mooi. Ja. Hey. Dik. En dan hebben we dit ook nog, ja. Sieraad. 1, 2, 3. Er zitten gewoon een paar dingetjes in. Ja, Okke, jij bent van de sieraden. Ja. Dus die mag jij hebben. Om heel eerlijk te zijn, ik draag nooit sieraden, want ik vergeet ze. En ik raak ze kwijt en ze gaan altijd kapot. Blijf overal achter hangen. Nou, maakt het niet uit. Maar dit is wel vet, hoor. Ik dacht, ik neem gewoon even wat mee. Oh, super dik. Die shirtjes ga ik sowieso dragen. Gast, dat heb ik dan wel. Kijk hoe netjes Quinn het heeft laten maken. Heel dik, man. Ja, er zat wel veel tijd in, veel over nagedacht, maar daar heb je ook wat, hè? Quinn is alleen maar aan het ondernemen. 1 voor Okke, 1 voor mij. Ja. Kijk, het is gewoon clean. Beetje oversized. We like it. Top, man. Create your own world, motherfucker. Heel dik. Oké, hey jongens, tijd om te slippen en sliden? Ja, denk ik wel. Ik heb zin in, hoor. Ik ook. Let's go. Ik vind echt... Ja, dankjewel, man. Ja, alsjeblieft, jongens. Geniet ervan. Dat is top. Nou, voordat we bezig gaan met de slip en slide echt, wil ik nog heel even de bril laten zien. Ik ben er mega trots op en je kan via het linkje in de beschrijving natuurlijk een kijkje nemen. De brillen zijn echt top. We hebben er mega lang over gedaan met designen. We wilden echt de perfecte bril van goede kwaliteit natuurlijk. En dan zou je denken, is echt zo'n standaard praatje. Ik begrijp het, maar kijk. Pootjes vallen niet dicht. Iets wat heel belangrijk is. Als je hem op je hoofd hebt, wil je natuurlijk niet dat hij van je hoofd afvalt. Als je een beetje staat te dansen of gek te doen. Weet ik veel. Dus dat is iets wat wij heel belangrijk vinden. En dan is nu echt tijd voor de slip en slide. Goed, mannen. We hebben de baan neergelegd. Helaas niet helemaal het idee hoe ik het had voorgesteld. Maar de tegels
zijn waarschijnlijk veel te hard. Ja. Jij gaat ondervinden. Ik vind het wel best buikschrijven, alleen die tegels zien er niet zo lekker uit. Ja, Don denkt dus dat als je hier, zeg maar, ook al begin je hier, dat je echt last van deze tegels gaat hebben. Ja, ik weet het niet, ik heb geen idee. Nee, ook zit te twijfelen tussen. En ik denk van niet, dus daarom zei ik ga wel als eerst. Nou, we hebben al een mooie zeep, dus dat is mooi. En dan gaan we zo lekker verstart. Jij denkt sowieso zelf om zeep. Waarschijnlijk. Maar goed, daarvoor ben ik. Nee, ik denk eerst water, zeep, water. Oké. Ja, is goed. Oh. Dit wordt helemaal niks. Nee, dit wordt echt helemaal niks. Lekker shoppie, lekker shoppie. Gaan we. Daar gaan we, voor de eerste keer. Ik winkel om je heen met en trappen. We gaan voor de eerste keer de pion om doen. Bowlingbaan, let's go. Bowling slip en slide, komt ie. Wow. Quinn. Ik dacht helemaal niks ook om. Oh, wel heen. Yo, we gaan naar huis. Quinn, ik vind het helemaal goud dat je met goede deze score maakt. Dat maakt het al 10 keer leuker toch? Ja, dat is waar. Zie je, dit zei ik dus net tegen Don, hè. Ik zei dus, het kan dus heel leuk zijn in je hoofd. Dat dacht ik ook echt, hè. Dit is echt een goed idee. Maar het is ook best leuk. Nee, ik maak gewoon niet druk, maar ik vind het gewoon grappig. Dat in je hoofd zie je dingen anders voor je. Ik ga wel nog een keer. Daarom ben ik inmiddels ook single. Ga je nog een keer? Ja, ik ga zeker nog een keer. Kwanus, kwanus, kwanus. Wauw. Daar is een tempo in gehad. Oh, oh, ik loop het gas. Oh, maar wel best goed, Jim. Ja, hij ging wel goed. Oeh, lekker houden. Nou, leuk. Hoe voel je? Supergoed. Er zit alle rotzooi weer in de achterbak, hoor. Ik heb heel de avond zitten lullen, joh, met die Don. Dus daarom was het ook in één keer Don. Kijk. Maar het was dus hartstikke gezellig. Leuk om een maatje weer even te zien. En leuk om ook weer even een videootje te maken. Laat weten wat jullie ervan vinden. En als je dus de brillen wilt checken, check dan het bovenstaande linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video.